Oké dan mensen, moet je zien, we hebben dus nu inmiddels hier Living Wood, is inmiddels klaar. Nice. Komt u maar, nice. En we hebben dus ook nu het Living Rock, hebben we hiervoor ook gemaakt. Kortom, dit werkt. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer, welkom. Vandaag gaan wij verder natuurlijk met hetgeen waar we gisteren aan begonnen waren. De manier om ijs te maken, omdat dat ja lijkt mij gewoon toch wel een soort van de makkelijkste manier om het voor elkaar te krijgen, terwijl dit weer eens een keertje niet gaat werken. Echt, ik word hier zo ontiegelijk naar van. Waarom werk je niet? Is het nu alweer te ver weg dan misschien? Zou dat het misschien kunnen zijn? Ik heb werkelijk wel geen idee waarom dit continu niet verder wil, maar en dan nu werk je wel. Nou goed, het zal wel niet meer geconnect zijn. Ik heb werkelijk waar geen idee. Komt daar gewoon stroom in? Er komt gewoon stroom in. Top, oké. Op een of andere reden, ik blijf hier toch natuurlijk ook elke aflevering even een stukje verderop verplaatsen. Omdat ik zo zeg van, ja weet je, ik vind het gewoon grappig om hier de boel ondertussen ja, op te blijven bouwen, om zo maar te zeggen. There we go. En dan hebben we er hier ergens nog eentje. Even kijken, ben jij het? Ik denk dan dat jij het bent. Hoppatee, iemand zou ook Duffy repareren je diamond ja, alloy ding geval, hoe dat ding omheet, wat ik hier in mijn handen heb. Ga ik overigens niet doen als hij kapot is, maak gewoon weer een nieuwe. Voor mij kan je die shit niet eens trouwens repareren. Maar wat ik zeg, ik maak gewoon een nieuwe als die klaar is. Want ja, waarom zou ik er moeite voor doen toch? Kappa. Wij moeten even op zoek naar ons laatste ding. En die is... hallo? Wait a second. Waar is mijn... blokding geval? Hallo? What the hell? Oké. Wait, what? Wat overigens dit? Er zit een soort van waterdripping ding op of zo. Maar waar de hel is mijn... Oh! We kunnen echt gewoon met de hand erachteraan gaan. Hij ging dus via... Hier gaat hij zeg maar... Deze kant op, deze kant op, deze kant op. Maar waar de hel hang je dan uit, maat? Maat, are you kidding me? Deze kant op, hier naartoe. Die zoeken we een andere keer wel. Ik heb gezien dat moeite voor te doen. We hebben nog veel te veel te doen vandaag. Fuck it, we laten hem lekker. Ik vind hem vast ooit wel een keer, en zo niet, dan maar niet. Goed, we gaan dus bezig met dit ding hier. We hebben namelijk dit ding nu nodig om uiteindelijk dus ijs te kunnen maken. Wat ik even ga doen is, we maken hier even een infinite water pool bij. Want dat is namelijk makkelijk. Wij moeten namelijk hier bepaalde bloemen en weet ik het allemaal in flikkeren. En dan krijgen we allemaal speciale bloemen. En die bloemen kunnen weer living rocks maken. En mensen, het gaat echt een hel worden dit. Maar het gaat in ieder geval wel goed komen. Want ik heb me een klein beetje ingeleefd erin. Een klein beetje. Dus ik weet nog niet alles. Maar het gaat wel goed komen. We hebben namelijk dingen met mana nodig. En nou ja, nog veel meer dingen. Goed. Wat wij dus moeten gaan doen is natuurlijk als volgt. We hebben dus nu... Dit hebben we uiteindelijk straks allemaal nodig om dus ijs te maken. Zijn we nu nog niet. Waar we nu vooral zijn is het feit dat wij moeten eerst Living Rock maken. Living Rock kunnen wij dus maken door uiteindelijk een bloem hebben. Ik weet niet wat ik allemaal wil zeggen. We hebben een bloem nodig, oké. We hebben een speciale bloem nodig. Laten we dat gewoon zeggen. We hebben een speciale bloem nodig. En die bloem die heet een Daisy Flower of iets. Even kijken. We moeten deze hebben. Om uiteindelijk deze te kunnen maken. Om deze te kunnen maken, moeten wij dus nu 4 van deze witte shizzle erin flikkeren. Oké, goed, weet het ook weer. Of een andere kleur. Nee, trouwens, voor mij moet het wel wit zijn. Maar moet het daadwerkelijk wit zijn. Goed, we gaan er in ieder geval even maken. Wat we daar dus voor moeten doen, mensen, let u op. We pakken een beetje water. Dat water douwen we dus hierin. Dan zie je dus, hier zit nu water in. Wat we dan doen, is we doen deze er allemaal... Oh, for fuck's sake. Dat moest ik niet doen. Waar is dat andere ding? Zit het er al in? Oh, één zit er al wel in. Goed, wat we dus moeten doen is, we moeten hier dus 4 van deze... Nee, hou nou op daarin te gaan, joh. Oh, hier kan ze ook gewoon... Je moet ze blijkbaar gewoon erin gooien. We moeten dus 4 van die dingen erin gaan gooien. En zoals je kan zien, dan zie je dus, je krijgt dus... Oh, ze willen ook dat we nog een sheet erbij stoppen. Aha. Je krijgt ook een soort van recipes dan te zien. Maar dan krijg je in ieder geval geen eruit. Dit is een soort van... Ja, ik noem het maar zo'n moderne enchant manier, of hoe ik het ook maar moet verwoorden. In ieder geval dit, dat, boom, hoppatee. We hebben nu een pure daisy gekregen. En deze hebben wij dus dan weer nodig om dus al die andere dingen te maken. Wat wij hier dus nu omheen moeten gaan zetten,
is het volgende. Even kijken. Kijk, als wij dus hier nu een living rock van willen maken, moeten we daar dus bepaalde stenen omheen flikkeren. Nou, gelukkig hebben we dat natuurlijk. Stone. Even kijken, wat heb ik überhaupt gemaakt? Deze, fuck it, we flikkeren deze omheen. Als het goed is, mensen, moeten we dus nu dit hier gewoon zo letterlijk eromheen flikkeren. Zo. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar te wachten. Als het goed is. Overigens kan je dit volgens mij ook gewoon met andere stone doen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want, even kijken, je ziet hier in ieder geval wel al deze... Het is gewoon steen, mensen. Het maakt op zich niet uit waar je eronder zit. Maar hier moeten we als goed is nu gewoon letterlijk op wachten. Totdat dit uiteindelijk klaar is. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar daar moeten we gewoon letterlijk op wachten. Wat we in de tussentijd wel kunnen doen, is volgens mij nog wel bezig gaan met andere dingen. Want we hebben natuurlijk nog veel meer nodig. Uiteindelijk hebben we namelijk ook een iets met een mana nodig. Dit ding hebben we uiteindelijk nodig, een mana spreader. Maar dit hebben we nodig, living wood, dan moet ook weer met een pure daisy. In dat geval... Ik kan natuurlijk ook meerdere pure daisies maken, om het, zeg maar, het proces te versnellen. In de zin van dat ik ook natuurlijk ondertussen andere dingen kan doen. Want ja mensen, dit gaat voorlopig nog wel eventjes, denk ik, duren voordat die shit allemaal gaat werken. Ik heb namelijk werkelijk waar natuurlijk ook geen idee hoe lang het duurt, maar weet je, het heeft gewoon zijn tijd nodig. Wood. We pakken gewoon even wat van... Oh, we pakken gewoon wat van dit. Hoppatee. Doen we deze nog eventjes erbij in. Zo van 3, 2, 1. Alsjeblieft. Hoppatee, there we go. We hebben wederom een... Ja, daar is hij. Dan zetten we hier dus nu hout omheen. Maar dit moet dus ook gaan omtoveren. Kijk, je ziet hier ook... Oké. Je ziet hier wel... Oké, ik denk dat dit niet gaat werken bij deze. Ik denk niet dat deze gaat werken. Hier zien we namelijk een soort van particles bij afkomen... En dan zien we bij de ander niet. Dus in dat geval denk ik, nee, we hebben wat anders ervoor nodig. Ik pak even deze en ik pak ook even deze. Ik ben benieuwd of het misschien met cobblestone werkt. Anders doen we natuurlijk gewoon smoothstone eromheen. Hey, kijk aan, dit werkt ook niet. Hey, dat is wel gek natuurlijk. Want deze werkt namelijk wel, maar deze werkt niet. Misschien moeten we hier gewoon stone omheen zetten. Ik weet ook natuurlijk nog niet, mensen, wat ik zeg. Dit is ook voor mij de eerste keer dat ik dit natuurlijk doe. Dus we moeten even kijken hoe wat allemaal... Juist, kijk. Nu komen er wel particles vanaf, dus we moeten hier dus gewoon stone omheen hebben. Oké, goed. Eén ding is zeker, deze twee dingen zijn in ieder geval wel aan het werk. En dat is natuurlijk fijn, want ja, wat ik zei, dat moet natuurlijk gewoon gebeuren. Oké, top. Goed, dat is in ieder geval bezig. Nice. Dan, moeten wij... hoe heet dat ook alweer? We hebben namelijk nog iets anders er ook voor nodig om de mana shizzle te poweren. Even, moet ik eigenlijk eventjes voor naar een video toe. Om te kijken hoe dat eigenlijk heet. Maar ik durf dat zo 1, 2, 3 nu even niet op te noemen. Dus mensen, moet heel veel, ben ik nu een video aan het kijken. Voor hetgeen wat we daarvoor nodig hebben. Snel, ga er nog één keer overheen over die shit. Please, nee, niet. Oké, dan. Oké, ja, ik heb het gezien. Oké, top. Endo flame. Dit ding hebben we in ieder geval ook nodig. Endo flames. Omdat dit kan onze... mana ding uiteindelijk poweren. Dus deze moet ik ook gaan maken, maar mystical brown, mystical green, of nou ja. Oké, die kunnen we in ieder geval ook fixen. Intussen ga ik hier even kijken. Is er iets? Oké, wow. Oké, dan mensen. Moet je zien, we hebben dus hier inmiddels hier living wood. Is inmiddels klaar. Nice. Komt u maar. Nice. En we hebben dus ook nu het living rock. Hebben we in ieder geval ook gemaakt. Kortom. Dit werkt. Dat betekent, we kunnen nu natuurlijk al die bak gaan maken, weet ik het allemaal. Wil ik overigens wel even gaan kijken, want we moeten dus dit natuurlijk gaan maken, denk ik, de Endoflame. Maar, de Pure Daisy. We moeten ook een Alchemist. Oh, wauw, we kunnen hier wel veel mee maken, mensen. Zie je dat? Ha! We kunnen ook van water sneeuw maken, nice. Nee, ik wil ook Endoflame hebben. Wacht even, dit is... weet je wat, we doen eerst even het Endoflame gebeuren. Voordat we zo meteen weer allemaal andere dingen gaan doen. Voor de mensen, ja, dit is gare, rare shit. Maar het is wel kapot leuk om te doen. Ik vind het leuk om te doen. Dit is namelijk, zeg maar, hetgeen van eventjes weer een, toch tussen haakjes, moeilijk project. Wat wel gewoon leuk is om te doen. We hebben dus nodig, brown en brown. Oké, dit is dus allebei brown. Als we deze daar zetten, we doen deze zo. Dan kunnen we in ieder geval hier eventjes 16. Oké, top. Heb ik nu al, oh ja, we hebben natuurlijk nu al niet meer van die dingen. Want er zit natuurlijk allemaal nog hierin. Kijk aan, hoppatee. We hebben gelukkig nog wel natuurlijk weer van deze geheime plantjes die we natuurlijk weer kunnen gebruiken. Hartstikke mooi.
Oh, deze heb ik gewoon. Oké, nice. Die heb ik blijkbaar gewoon. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar deze kunnen we als het goed is toch ook wel gewoon craften uiteindelijk, of niet? Ja, ja. Wat? Oh ja, ik zie dat bedoel ik dus. Die kan je dus inderdaad ook nog wel gewoon craften. Dus top. Oké, nice. We maken er ook even gewoon 16 van, I guess. Zo van, we hebben dan in ieder geval genoeg. We maken er veel te veel mensen, oh, no worries. Maar het maakt ook helemaal niet uit wat dat betreft. Deze doen we even zo, hoppatee, hoppatee. En deze kunnen we dan ook weer... Zo, oké. Okay. Dan pakken we nu even deze erbij. En deze gaan we dan even allemaal nu hierin douwen. En we hebben ook wel weer overigens een bucket natuurlijk nodig. Dat is ook hetgeen, je hebt dus wel de hele tijd water nodig. Bucket. Je hebt dus de hele tijd wel daar water in nodig, zeg maar, om de boel te voeden, om zo maar te zeggen. Maar het gaat in ieder geval goed, mensen. Het gaat goed. Het gaat beter dan verwacht. Zeg ik jullie heel eerlijk. Die moeten we... Oh. Oh, we hebben nu 32. Die erin, die erin, die erin. Met die erin. En er moet ook nog een sheet bij in. Tuurlijk. Dat had dan ook nog weer erbij in gemoeten. Tuurlijk. Wist ik heus wel om, mensen. Sheet. Oké, okay, there we go. Oké. Okay. En sheet erin. Oké, dan. We hebben nu onze endoflame gekregen. Dit hebben we dus uiteindelijk nodig om onze mana blokgeval in ieder geval aan te zetten. Vandaar dat ik dit dus in ieder geval nu alvast maak. Omdat we dat uiteindelijk gewoon nodig hebben. Oh nee, we moeten niet right klikken. Nee. 1, 2, 3, 4 en die. Hoppatee, there we go. Wat ik in de tussentijd overigens ook even wil doen, mensen, is toch wel voor de zekerheid... Ga ik nog even wat hout omheen zetten, om deze bloem heen. Zullen we nog even wat meer van dat living spul gaan krijgen, living wood gebeuren. Lijkt mij verstandig. Of het nodig is, ik denk het niet. Maar just to be freaking sure. En dan ga ik denk ik ook trouwens nog even doen met cobblestone. Doe ik ook gewoon nog eventjes eromheen zetten of deed ik gewoon stone, ik weet het niet meer. Ga ik ook nog even omheen hier, dat we even nog iets meer van alles hebben. Moest hij wel cobblestone om, jongens? Of smoothstone. Oké, hier moest blijkbaar smoothstone heen. Ja, wat ik zeg, mensen, ik vergeet het ook allemaal weer. En ik weet ook allemaal niet wat ik überhaupt aan het doen ben. Ik weet alleen dat het gaat werken, ja. Shup, shum, zeg. Zo. Dan halen we deze toch weer even weg, dus. Hoppatee. En dan gaat dit dus er weer omheen. Check, check, double check. Ja, oké, dit werkt wel weer. Toppie. Oké, dan gaat het ondertussen ook weer door. We hebben nog wel wat meer endoflames nodig om uiteindelijk onze mana ding aan te flikkeren. Dat weet ik gewoon. Zo, 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 zo en zo. Hop, 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 hop. En ik denk dat we het nu ongeveer wel genoeg hebben. Dan kunnen we dat in ieder geval dadelijk aanzetten. Oké, top. Dan moeten wij nu gaan kijken hoe wij nog een alchemist blok kunnen maken. Alchemist blok. Oké. Aha, oké. Okay. Want we hebben dus een alchemist blok nodig om dus uiteindelijk ijs te kunnen maken. Want we moeten uiteindelijk dus, als we uiteindelijk al zover zijn, we hebben dadelijk namelijk een bakje nodig. Dat bakje hebben we nodig waar uiteindelijk nog onze mana en alles in komt, waaruit we ijs kunnen halen via de mana, power, weet ik het allemaal. Daaronder de bakje, als we ijs willen hebben, moeten we uiteindelijk dus dit alchemist catalyst blok hebben. Om uiteindelijk ijs te kunnen maken. Maar voordat we dit ding dus kunnen maken, moeten we al een mana pearl hebben. En een mana pearl is dus weer een ender pearl die we in onze mana pool moeten gooien. Dus het is maar goed dat ik extra living rock aan het maken ben. Want dat wist ik overigens zelf niet. Maar goed, we maken in ieder geval dus nu alvast deze. Onze mana pool. En wat we dan dus moeten gaan doen, we moeten nu eerst onze mana wat is het verschil? Oh, wat? Nee, we hebben in ieder geval dit ding nu gemaakt. Dat is goed, dat hebben we dan allemaal nodig. Dit moeten we dan neerzetten of zoiets. En dan gaan we er in ieder geval dan de volgende keer mee verder. Dit kunnen we ondertussen weghalen. Dit kunnen we ondertussen weghalen. Dan kunnen we de mana blok zetten we hier neer. En dan uiteindelijk zetten we deze... hier nu, denk ik, I guess. Oké. En dan moeten we uiteindelijk voor mij hier nu mee gaan klooien. Maar goed, ik ga dat nog even voor de zekerheid één keer checken, mensen. Voordat we verder gaan met alles erop en eraan. Want zoals jullie weer zien, als ik me even inleef in iets en ik ga dan ermee bezig, dan runt het allemaal lekker smooth door. Want ja, dat is natuurlijk ook wel van belang. En dan, als het goed is, hebben we wellicht morgen ijs. Als natuurlijk alles goed gaat met het maken van de katalysator of hoe dat ding ook allemaal heet en weet ik het allemaal. Maar gaan we lekker morgen doen. Voor nu, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk allemaal even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.